De gemeenschap zit met veel vragen over BTW, belasting over toegevoegde waarde. Consumenten, kleine en grote ondernemers, pompstationhouders, alle lagen van de bevolking zitten met vragen die onbeantwoord lijken. Vandaag gaan we proberen om een deel van de vele vragen te beantwoorden. Goedenavond en welkom bij het ATV-programma BTW in de praktijk. We hebben een aantal gasten vandaag in de studio. Die zullen we gaandeweg het programma aan u voorstellen. Maar ik begin wel met mijn eerste twee gasten die vandaag zijn aangeschoven. De man die wiens naam veel wordt genoemd deze dagen. Dat is de directeur van de Dienst der Belastingen. Dat is de heer Ismaël Kalaykan. Welkom meneer Kalaykan. Dank u wel en goedenavond. En ook natuurlijk, de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten in Suriname. Dat is de heer Wilgo Bilkerdijk. Goedenavond en welkom. Goedenavond, dank u wel. Nou, de BTW-wet is ingegaan op 1 januari. Een heel erg jonge wet in werking. Iets langer dan een week geleden. Hoe waren de eerste afgelopen dagen, meneer Kalaykan, betreffende, als het gaat dus om de introductie? De eerste dagen waren heel hectisch. Er waren natuurlijk een heleboel vragen bij het invoeren van die wet. Mm-hmm. Ook voor de consument, ook voor de ondernemers. Want die wet is dus op een gegeven ogenblik ook aangepast de laatste dagen in december. En dan was er toch wel een beetje paniek van, maar hoe werkt dit en hoe werkt dat? We hebben op Oudjaarsdag nog gesproken met de oliemaatschappijen. Ik heb gecommuniceerd via de app met de pomphouders. En nieuwjaarsdag hebben we ook met ondernemers zitten praten over hoe ze het allemaal moeten invoeren. Omdat toch wel het gevoel was van, misschien gaat het niet door. Mm-hmm. Ja toch? Ja. Maar het is doorgegaan, ja. Dus er was plotseling iedereen in paniek. Het waren inderdaad hectische dagen. De eerste dagen vandaag is 9 januari. En tot en met vandaag hebben we continu... zijn we naar buiten toe getreden. We krijgen ook allerlei vragen binnen. Vragen die eigenlijk een beetje onduidelijkheden willen wegwerken. Je hebt ook andere mensen die in de media verschijnen en die zeggen wat en dan komt er ook weer paniek in de tent, omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt. Ja. Dus begrijpelijk, is geen verwijt. Het is alleen maar om aan te geven hoe het chaotisch is gegaan en hoe, nou laat me het anders zeggen, hoe het een beetje spannend is gegaan, een beetje broeia in het Surinaams. ik ben blij dat u toegeeft dat het een beetje broeia is gegaan, de introductie van de wet. Even voor de duidelijkheid, de wet is aangenomen op 30 augustus 2022 in de Nationale Assemblée. En op 29 december zijn er wijzigingen aangebracht. Waarom moest dat? Nou, toen die wet... laat me u een beetje de geschiedenis geven van hoe het allemaal is gegaan. Wij waren op een gegeven ogenblik in 2020 al bezig. Dat was een van de beleidsvoornemens. En toen hadden we ook nog COVID. Mm-hmm. 21 hadden we ook nog COVID. We waren bezig met ons eigen programma. En we waren bezig om ook internationaal een aantal dingen te alignen, in lijn te brengen. En daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden van ga je dit doen, hoe ga je dit doen, wat zijn beleidsprioriteiten, hoe ga je dat allemaal in place brengen. En terugkomend op die BTW, de BTW was één van de grote interventies in de economie, in de samenleving. Mm-hmm. En dat had veel aandacht, maar je moest toch wel rekening houden met wat er allemaal vanuit de andere kokers zouden komen om door te gaan. Toen hebben we gezegd 1 januari 2022. Dat is niet gelukt. Ja. Toen hebben we ook gezegd 1 juli. Toch? Ja, klopt. Dat is ook niet gelukt. Omdat je gaandeweg het traject kom je dingen tegen waarvan je zegt, mijn god, hoe gaan we dit oppakken? De Surinaamse situatie. Wij hadden ook kunnen zeggen, we pakken een boek.
En we kopiëren het. BTW is niet Surinaams, het is internationaal. U hoort ook vaak mensen de dogmatiek verkondigen. En dan hadden we gezegd van, dit is het. BTW komt er en niets is vrijgesteld en niets is nultarief. Mm-hmm. En elektriciteit gaat omhoog, water gaat omhoog, medicijnen gaat omhoog. In deze economische situatie. Dus moest je dus weer gaan aanpassen. Okay. En je moet ook een wet schrijven. Wet schrijven is niet eenvoudig. Als het product eruit komt, zijn het letters en zinnetjes. Ja, het moet nog gaan werken. Ja. Maar je moet goed over nadenken. Waar zet je die komma, waar zet je de punt, waar zet je een bijzin. Wat, al dat soort dingen. Welke woorden gebruik je? Hè? Ja. Dus dat heeft heel veel tijd in beslag genomen. En we hebben gewoon het risico genomen om die kostkostie op ons te nemen, maar toch wel te gaan voor een goed product. Tenminste, op basis van de omstandigheden van dat moment. Van dat moment. Dus daarom hebben we 1 juli niet gehaald. Maar behalve dat we 1 juli niet hebben gehaald. We hebben 1 juli niet gehaald en we zijn doorgegaan. En daardoor konden we augustus, 30 augustus halen. Maar dan ga je die wet niet 1 oktober laten ingaan. Korte tijd. Ja. Dus hebben we gezegd, dan gaan we 1 januari die wet laten, in werking laten treden. Intussen zijn groepen ook geconsulteerd en je zoekt op een gegeven ogenblik de evenwicht, die draagvlak, maar je zoekt een goede balans. Meneer Bilkerdijk weet er alles van. Er zijn belangengroepen opgestaan die zeggen, maar wat, dit pikken we niet, of dit moet anders, dit moet anders. En met de wetgever is er gediscussieerd, toen is er een initiatiefwet aangenomen. Of al in eerste instantie geschreven van oké, we zouden hier nog een beetje kunnen verfijnen, daar nog een beetje kunnen doen. En die zaken zijn uitgebreid besproken, dagenlang tot 12 uur in de nacht, met groepen. En dat heeft echt vanaf dat moment, kerstdagen of geen kerstdagen, ik weet niet wanneer meneer Bilkerdijk daar is gegaan, maar iedereen is gehoord, of een heleboel mensen zijn gehoord. Uiteindelijk moet je dan die wetten op de agenda plaatsen. Er waren ook andere wetsproducten die behandeld moesten worden. En zo is het gekomen dat wij toch nog hebben kunnen realiseren dat het parlement niet op recessie gegaan. De mensen moesten komen werken. Ja. En ik moet u zeggen, als je buiten zit, dan denkt u van, nou, deze mensen hebben een lekker leven. Maar het was keihard werken, dag en nacht. Was elke avond niet eerder dan 12 uur 's avonds thuis. Want alles wat besproken werd met de groepen, moest ook met de Belastingdienst worden besproken. En met de consultant, meneer Reiger, die ons ondersteunt. Ja. Dus zodoende is het uiteindelijk op in de laatste week van december behandeld. Ja. U ziet ook de temp, de dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Maar je moet ook de andere groepen, de parlementariërs, allemaal de gelegenheid geven om ook een zegje te doen. En dan moesten we ook nog praten met de vakbeweging. Ja, maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we straks op terugkomen, meneer Kalaikan. Ja, want dus ik wil vragen aan meneer Bilkerdijk. De associatie, de BTW-wet, de associatie wilde dat heel graag. Waarom is het belangrijk voor fabrikanten om een BTW-wet te hebben? Okay. Laat me alvast de directeur en de regering complimenteren dat ze het gedurfd hebben. Toch? Maar het, voor mij blijft het niet bij die durf alleen. Ik denk dat er dus toch wel wat kanttekeningen zijn die moeten worden meegenomen. Ik hoop dat we de gelegenheid alsnog krijgen om daar helemaal op in te spelen. Nou, de reden dat we dus eigenlijk die BTW dat we al jaren omroepen, is eigenlijk simpel. Je wil wel een stukje die level playing field creëren, want er is veel oneigenlijk concurrentie. Zeker voor de handel, meer dan voor de productiesector. Vanuit de productiesector hebben we meer gekeken naar wat het betekent met die OB bij het begin van het trek als je dus grondstof importeert. Dan moet ik zo zeggen dat het toch niet helemaal geregeld is. Je zegt van, gelukkig is het er, want in feite zou geen enkel moment een goed genoeg moment zijn.
er zal altijd wel wat te zeggen zijn. Ik denk dat, zoals het dus nu de mogelijkheid is om in die overgangsfase toch nog wat bijstellingen te plegen, dat we daar als private sector wel goed gebruik van moeten maken. Overleg gaan met de dienst. Er is eerder al sprake geweest van commissies, belastingcommissie, niet gewoon à la dol commissie, maar er was inderdaad een BTW-commissie, breder dan die BTW-commissie zelf, omdat er dus eigenlijk een beetje hervorming van de belastingdienst, ook aan de, van de belastingen, was ook aan de orde, ook nog niet gebeurd, maar BTW alvast, laten we dat alvast doen en kijken hoe het allemaal uitpakt. Voor ons is zeker die kwestie van het handhaving orgaan. Hè. Dus eigenlijk moet de dienst is daar, maar je wil wel een apparaat hebben die werkelijk, en misschien komen we daar straks nog op terug, zeker als mevrouw Gretel aan het woord komt. Want inderdaad, er zijn wat uitdagingen, maar die moeten we nemen. Het zijn een paar moet je beschouwen als kinderziektes. Een paar zijn misschien iets ingrijpender, maar ik denk dat de dienst wel open staat, de directeur zeker, om die bijstellingen te plegen. Dus voor de rest wil ik geen veertjes onder mensen hun neus stoppen, maar we moeten het gewoon doen. En overigens zijn we de laatste in de regio om dit door te voeren. Dus, Het is even doorbeten, zegt u. Ja, even doorbeten, ja. Oké, alleen heeft de minister van Financiën in december aangegeven dat prijzen eigenlijk niet omhoog zouden gaan. Laten we naar een deel van het gesprek, van de speech van de minister luisteren. Wat merkt u als burger hiervan? Als het goed is, weinig tot niets. Omdat de introductie van de BTW-wet vooral bij bedrijven wordt gegeven en niet zozeer bij de burgers. Er zijn wat producten die misschien in de winkel een klein beetje aan prijsfluctuatie onderhevig zullen zijn. Wij willen dat met het ministerie van EZ goed onder controle houden en zorgen dat de introductie van BTW op een goede manier plaatsvindt. Maar de prijzen zijn wel gestegen, meneer Kalaikan. De gemeenschap is boos. Ja, kijk, dat is waar. Die signalen hebben we ook gehad. We zijn gaan kijken van, komt het echt door die BTW? Nee, dat komt niet echt alleen maar door de BTW. U moet rekening mee houden dat er bepaalde producenten, en u ziet het ook, vaak genoeg eerste maand van het jaar worden prijzen aangepast, om wat voor reden dan ook. Zo zijn er een aantal goederen waarbij die prijzen zijn aangepast, dus zonder BTW. De basisprijs, zeg maar, van zo'n product is aangepast. En wanneer de BTW eroverheen komt en het wordt niet goed kenbaar gemaakt aan het publiek, van luister, die BTW heeft alleen maar 10% van de basis, dan lijkt het alsof die BTW de oorzaak is van die hele prijsstijging. Zo, er zijn... Sorry, ik onderbreek u niet, maar de winkelier zegt wel... Sorry, mevrouw Wolfram zit in de studio, dus daar gaan we het straks ook over hebben. Samen met de voorzitter van de Vereniging van Economisten, laat me u gelijk ook welkom heten. Maar daar gaan we het straks over hebben. De winkelier die zegt wel... Na BTW, mik mi moes oppo a prijs. Ja, ik kan het natuurlijk die winkelier alleen maar doorgeven. Laat dit verhaal wel goed vertellen. Want als die winkelier de basisprijzen heeft gekregen en je ziet dat het verhoogd is, dan moet je dat ook vertellen. Natuurlijk is het makkelijk. Want ik begrijp ook de problematiek van die winkelier. Die staat daar en die klant staat voor hem of met haar. Met een bon, met waarop een bon, er staat BTW en zoveel. En boos kijkend. Ja. Dus die winkelier zoekt dan snel een oplossing naar BTW. Ja. Het kan zijn dat naar BTW, maar niet altijd is het BTW. Is het BTW? Ja. Oké. Okay. En vaak niet. Oké. Okay. Heeft u de hoge prijzen gemerkt, meneer Bilkerdijk? Inderdaad, we hebben dus eigenlijk niet alleen zozeer gemerkt, hoor, want ik winkel niet zo vaak. Maar we hebben die klachten wel gezien. We zitten in een appgroep met de asfalieren bijvoorbeeld. En er was inderdaad nogal wat paniek in de eerste week. Nu neemt het een beetje af.
we hebben dus wel met de mensen afgesproken van alle knelpunten die je identificeert, drop het bij ons en we gaan het met de dienst opnemen. Dus bij deze directeur, dus u weet dat we komen. Het was al lang afgesproken dat we inderdaad overleg zouden hebben. Maar dus komen we met concrete punten. Maar ik wil toch een kleine opmerking maken ten aanzien van die verhoging, hoor. Ik denk dat, en daarvan in principe praten over het orgaan, het handhavingsorgaan, de werkarm, die in feite die controle had moeten doen. Je wil een beetje beter controle hebben op de prijzen en vanuit de asfalt roepen we daar extra om. Want het is niet zozeer bij de productie dat die prijzen echt schieten, het is eigenlijk bij de handel. En van de handel ondervinden we wel eens een keertje een oneigenlijke competitie, maar daar ga ik het vanaf niet over hebben. Maar wat je wel wil hebben is dat het wel duidelijk en zuiver is hoe die inning geschiet en hoe die prijsopbouw wordt vastgesteld. Want in principe is men al gauw geneigd om over die kleine winkeliers te praten. Maar dat begint ergens anders. Hè. Dus ik hoop dat mevrouw Wollefram daar straks niet nog wat van zegt. Want het begint ergens. Dus eigenlijk wordt geïmporteerd. En uiteindelijk is het een chain. Uiteindelijk is het komt het terecht bij die winkelier. En die zegt van ja, maar ik kies wel je factuur. Dus op mijn prijs toe. Yeah. En, maar daar is er wel een job weggelegd voor de handhaving. Om dus daar wat meer, eigenlijk de overheid kan, de dienst kan wat meer in. Dan wanneer ze dat goed doen. Hè? Maar de minister zei dat ze dat gaan doen met het ministerie van Economische Zaken. De prijscontrole. Ik moet wel zeggen dat de consument zegt dat ze er nu niet veel van merken. Dus ze vragen zich af, hoe gaat dat er dan anders uit gaan zien? Nu daar het harder nodig is. Misschien kan ik nog wel even wat toevoegen. Hoor. En dat is een van de dingen die ik wel eens mis hoor. Je wil in de regering wel samenhangend beleid hebben. Je wil wel hebben dat wanneer departementen met verschillende beleidsgebieden daar zijn, die formeel daar zijn, bij wet daar zijn, dat je het zowel bij inbrengt. Want die versterking voor een belastingdienst kan inderdaad vanuit ECD, maar dan moet je ECD ook versterken. Want ook daar heb je wat uitdagingen. Ja. Maar het is een opdracht aan de overheid toch om daar wat mee te doen. Veel versterking nodig. Het lijkt me goed om... We hebben ook mensen gesproken van de straat. In dit programma komen er ook reacties binnen van personen die we hebben gesproken de afgelopen dagen. De man van de straat. Een mevrouw geeft aan dat ze de schoen liet staan omdat ze pas bij de kassa hoorde dat er nog BTW op het bedrag komt. Dus ik denk dat we even naar de mevrouw moeten gaan luisteren. Ik vind het een trieste zaak. Ik bedoel, van BTW invoeren, dan moet het doorberekend worden in de prijs, toch? Want als je in een winkel binnenstapt, en dan bijvoorbeeld gisteren was ik een winkel binnengestapt, ik moest een schoen kopen. De prijs staat erop, maar achteraf hoor je van nee, dat moet er nog BTW erop berekend worden. Dus ik schrok me dood. Ik zeg nee, dat liever niet. Ik zeg, waarom zetten jullie het niet gelijk? Nou, dat weet de klant het, toch? Je komt, je betaalt voor wat je ziet. Maar als je achteraf nog BTW berekend moet worden. Nee hoor, je laat de spul daar en je vertrekt. En let u ook wel op die certificaten die u in de winkel moet zien? Nee, dat moet de overheid doen. Dat moet echt, het is werk van de overheid. Zij moeten het doen. Niet wij als consument, dat kan niet. Moet de prijs inclusief BTW op de schappen staan? Normaal gesproken is de prijs zonder BTW. Maar je moet wel zeggen dat er nog 10% BTW overheen komt. Dus eigenlijk zeg je, prijs zonder BTW is X, BTW komt erop, de totale prijs is dat. Maar ook in het, ik ga niet zeggen, we moeten niet alles van buitenland overnemen, maar ook in het buitenland is het zo dat je pas bij de kassa hoort dat er BTW, sales tax of whatever aan verbonden is. Maar ik zou pleiten voor de Surinaamse situatie dat we toch wel de consument beschermen en de consument vooraf goede informatie geven. Zowel de overheid als de handelaren. Ik wilde toch nog even terugkomen op dat van die controle. Als het even mag. We gaan het er wel later over hebben, maar u mag uw opmerking nu wel plaatsen. Nee, over economische zaken, we treden als een geheel op. We hebben vandaag een hele goede, uitgebreide sessie gehad met de medewerkers van
economische zaken, economische controledienst. En we gaan samen op pad. Oké. Mooi. Oké, dat was de opmerking. Oké. Nee, goed te vernemen. Daaraan vullen. Oké. Misschien mag ik toch heel kort een opmerking maken ten aanzien van de opmerking die mevrouw maakt. Ik denk dat het, het is my opinion, we hebben dat in al de landen in de regio, is BTW wordt achteraf eigenlijk meegegeven. In Nederland heb je in sommige zaken dat ze inderdaad die BTW incalculeren. Ja. Ik zou niet ervoor gaan om het erin te brengen hoor, eigenlijk, omdat het ook voor de dienst een beetje onduidelijker wordt of hoe die BTW te innen. Mensen moeten gaan wennen aan het idee van, hé, maar die prijs die ik niet zie, is 10%, niet wanneer ik naar de kassa ga, is het 10% dood. En omdat dus BTW daar van toepassing is. Ten aanzien van die certificaten, ik denk dat ook wel een belangrijk ding is voor de consument zelf. Misschien een extra roep aan de dienst om dat beter te communiceren. Mensen moeten de watchdog zijn ervan, hè. Want uiteindelijk heeft de belastingdienst er wat aan, maar je hebt er ook wat aan. Want eigenlijk gaat oneigenlijk ga je BTW betalen aan mensen die gaan innen, maar niet gaan afdragen. Maar dat jullie lastig toch? Ja, klopt, ja. Daarover wil ik een vraag stellen, want meneer Kalaikan heeft het een watermerk, want mevrouw Wolfram zei eerder in gesprek bij ons in de nieuws, is dat er kopieën worden gemaakt van dat ding. Heeft het een watermerk, een keurmerk, heeft het iets? Het heeft wel een zeg maar een security die wij alleen kennen. Oké. Maar u kunt heel makkelijk scannen en op de website van de Belastingdienst kunt u zien of zo iemand geregistreerd is. Dus, maar als u dat niet heeft, u heeft geen, zeg maar... Internet, dan kunt u bellen. En die naar de Belastingdienst, de telefoonnummers krijgt u straks van ons. Of WhatsApp, is er ook? Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn bezig om die WhatsApp in orde te maken. Oké, nog even terug naar de associatie van Surinaamse fabrikanten. Want er is geen heffing op exporten. Maar er moet wel geïmporteerd worden om te kunnen produceren. En op importen is er wel BTW. Wat is die balans, meneer Bilkedijk? Dus wanneer we dus recent praten, recent is dit jaar dus. Wanneer we praten over, we zijn niet helemaal content met de intrede. Mm-hmm. Is dat wel een van de aandachtspunten. Ik moet wel zeggen dat er een redelijk goed systeem is gebouwd voor die terug reimbursement van die BTW die je in de lijn hebt betaald. Mm-hmm. Maar wij gaan een stukje verder. Want we roepen al zo lang om. We zeggen, maar we willen het niet eens betalen. Want je moet, en het is niet iets voor de belasting. Het is iets voor de regering. Ja. Want je kiest ervoor om de lokale productie te stimuleren. En dit is een faciliteit. Dat je zegt van, oké, om niet te betalen die BTW in de prijs. Want eigenlijk, we zeggen dat je geen BTW aan het eind moet heffen. Dat zeggen we niet. Mm. Maar dus in dit traject, dus in de opbouw van de prijs van je in die productie. Dan zeg je van, maar waarom moet ik het betalen, eigenlijk voorschieten aan de overheid, om het terug te kunnen vorderen. Want je kan het terugvorderen en je gaat het ook wel krijgen. Ja. Toch? We hebben dus eigenlijk, die praktijk is daar, het is met OBI ook zo gegaan, dus ik moet dat ook wel eerlijk eens halve toegeven, dat het wel best heeft gewerkt, dat je het terugkrijgt. Maar je zegt van, maar als ik het toch niet ga vragen, want het is een faciliteit van de overheid, dan kon op je helemaal niet, want nu geef je me administratief werk toch, en jezelf. Want je moet terugstarten, maar de overheid gaat genoeg verdienen nu. Dus eigenlijk dat stukje van een voorfinanciering, volgens mij kan dat wel eruit. Maar dat gaan we met de dienst bespreken de komende maanden. Oké, is goed. Maar dan gaan we daar nu verder op in, ja? Die voorfinanciering, grondstoffenbesluit is vrijgesteld, toch? Nou, tarief, grondstoffenbesluit. Ja. Die mensen die een beschikking hebben, die grondstoffen importeren, daar is wel een voorziening voor. Het zijn de andere dingen, je vrachtkosten en dat soort dingen. Die belasting. Die dan in de aftrek terechtkomen. Ja. Oké. Okay, dat is... Ja. Oké. Okay. We moeten het eerste gedeelte moeten we afsluiten, omdat we natuurlijk nog meer gasten hebben. Maar ik moet deze vraag stellen. Meneer Kalaikan, ik heb nog nooit zoveel berekeningen gezien over omzetbelasting en BTW. En mensen zijn boos geworden omdat u aan ons heeft gezegd, oude voorraden, omzetbelasting, ze hebben het niet begrepen. Kunt u het nog een keer uitleggen hoe het staat met omzetbelasting? 3 maanden mogen ze, hoe weet je dat het een oude voorraad is? Kunt u het uitleggen? Ja, ik ga mijn best doen om het goed uit te leggen. Graag. Als je
Ik praat nu niet over de importeurs. Ik praat ook niet over fabrikanten. Oké. Okay. Ik praat nu over de winkelier. Oké. Okay. De mensen die, de ondernemers die goederen op de schappen hebben en die okay. goederen rechtstreeks aan de consument verkopen. Daar hebben we het over. Duidelijk. Want die andere groepen die hebben al een voorziening. Oké. Okay. Die 3 maanden is zo, dat we hebben gezegd, als je oude voorraad hebt, dus dan krijg je 3 maanden de tijd om die oude voorraden doorheen te krijgen. Mm-hmm. In die oude voorraden, bij bepaalde goederen, let wel, bij bepaalde goederen zit er een stukje omzetbelasting in de prijs. Mm-hmm. Als je nu BTW op die prijs gaat gooien, dan wordt die prijs natuurlijk hoger, maar dan heb je een element van omzetbelasting erin, ja. die ze niet kunnen verrekenen, ja. en je hebt die BTW erover. Dus daarom hebben we gezegd, nee, gaan we niet doen, want je wil niet hebben dat die prijs verhoogd wordt, toch? Ja. Dus wij zeggen, die oude voorraad mag je dan binnen 3 maanden geven we je de kans om het te verkopen. Als je nieuwe voorraden zou kopen, stel dat je, ik zeg maar, je hebt een product A mm-hmm. en daar zit oude BTW op. Maar je voorraad is een beetje half. Ja. En je koopt nu nieuwe voorraden ja. in, dan ga je BTW een bon krijgen van de leverancier met BTW. Met BTW, ja. Dus die goederen moet je wel verkopen met BTW. En de vraag is, hoe gaan we dat managen? Het is natuurlijk aan de winkelier zelf om zoveel mogelijk voor te zorgen dat die oude voorraden doorheen gaan. Want wat je niet wil hebben als winkelier, denk ik, dat je de klant onnodig te veel laat betalen, toch? Ja. Dus het advies is wel naar de winkeliers toe om zoveel mogelijk die oude voorraden doorheen te krijgen van levensmiddelen. En dan hopen we dat we dan na 3 maanden kunnen beginnen met die nieuwe voorraden. Ja. Dus dat is de gedachte erachter, okay. dat is het idee. Ik hoop dat het duidelijk is. Dus het is voor de winkel, alleen wanneer de winkel binnenstapt, maar daar gaan we straks over praten met mevrouw Wollefram. Mevrouw Wollefram, we hebben veel vragen voor u hoor. Ik weet het merken en ik wil ook zo graag antwoord geven, maar ik weet de kans. Wilt u nu antwoord op iets geven? Dat mag hoor. Ik ben intussen al de helft vergeten, maar ten aanzien hiervan, ja. Er komt ongeveer op hetzelfde neer, zoals wat u heeft aangekaart. Het is moeilijk om na te gaan of het werkelijk een oude voorraad is, maar hieraan sluitend, meneer Kailaikan, als nou een winkelier nieuwe voorraden heeft, want dat is nog een beetje onduidelijk, mogen we daarop dan wel BTW plaatsen als die gecertificeerd is? Of gaat men ervan uit van, nee, de eerste 3 maanden, want daar gaat de consument van uit, want dit is heel erg onduidelijk. De eerste 3 maanden mag een winkelier without a doubt geen BTW vragen. Eventjes duidelijkheid daarover. Dus, sorry, dat is niet zo. Die BTW geldt voor in principe nu al. Alleen voor die oude voorraden van levensmiddelen hebben we een graceperiode van 30 dagen. En wat ik net eerder zei, als iemand nu zeg maar op 1 februari nieuwe voorraden koopt, gaat hij van de leverancier krijgen een bon met BTW erop. Dus moet hij ook verkopen met BTW. Daarop aansluitend, hoe kunt u werkelijk weten of een leverancier werkelijk geregistreerd heeft bij de Belastingdienst? Want er zijn leveranciers. Maar hoe kunnen we nou, zou een leverancier met hun certificaat moeten lopen? Kijk, ik heb me geregistreerd. Hoe gaat de controle daar? Oké, voor de consument, hè, in dit geval, de winkelier is afnemer van de leverancier. Die leverancier moet een bon afgeven, een factuur. En die leverancier moet minimaal vermelden hun VIN-nummer op zo'n bon. En dat is in alle schakels. Ze moeten verplicht voldoen aan de factuurverplichtingen. Je naam, je telefoonnummer, je adres, de omschrijving van het goed, datum, doorlopend genummerd, zo'n aantal uit mijn hoofd, en je VIN-nummer. Dus als Kalaikan iets verkoopt als leverancier, dan komt daar staan Kalaikan,
geen nummer van Kalaikan enzovoort enzovoort. En als het er niet is, gaat de winkelier het niet betalen, neem ik aan. En het belangrijke daarvan is dat als die bon niet goed is, dan gaat die winkelier die het heeft gekocht ook niet die aftrek kunnen claimen. Dus het is zaak dat die winkelier let op die factuur die hij krijgt. Want dat is een onderdeel van het controlemechanisme binnen het systeem. Oké. We moeten meer gaan controleren, zegt meneer Kalaikan. Meneer Steven Debbie Persat is voorzitter van de Vereniging van Economisten. U heeft ook een vraag. Ja, dus eigenlijk heb ik een aantal punten, maar voor deze discussieronde wil ik één punt maken op basis van het laatste. Laten we zeggen, vanwege de discussies in DNA, dacht de samenleving 1 december het een beetje begrepen te hebben. Toch werden we allemaal opgeschrikt 31 december, overgang 1 januari, om de koop te door een staatsonderneming. Het gaat om de verandering van de brandstofprijzen. Want iedereen dacht van, heel wacht even, ik heb toch begrepen dat die oude voorraad, die 2022 voorraad, niet belast zou worden. Dus er kwam een bericht dat als gevolg van de invoering van BTW, of het bericht is niet goed, dat er 5% een extra heffing was, dus ingaande in januari. En in principe vanaf toen is er veel broeien ontstaan in de samenleving. Dus hoe zit dat precies? Op die oude voorraden benzine, als we praten over brandstof, je moet goed begrijpen dat de brandstofleveranciers, ze hebben een entrepot. Als die goederen binnenkomen, dan wordt het entrepot gezegd, pas wanneer ze uitslag doen, dus uit zo'n entrepot halen, komen de rechten aan de orde. U kent de discussie over government take. Mm-hmm. U kent de discussie over subsidie. De voorraden die nu in Suriname zijn, die zijn zonder omzetbelasting. Integendeel zit daar een stukje government subsidie op. Geen government take. Ja. Die government take is al een hele tijd verdwenen. Dus alle voorraden, ook bij die pomphouders, daar zit geen OW op. Dus wat er nu alleen maar op komt, is 5% van de BTW. Ik heb dat de verwarring gebracht. Maar we zijn zo bij u terug. Welkom terug in ons ATV-programma BTW in de praktijk. Er zijn ondernemingen die aangeven niet ready te zijn geweest om met de nieuwe wet om te gaan. We gingen dus langs bij Conrad Issa, hij is directeur van Lucky Store en die deelt zijn ervaring met ons. Ten eerste is het belangrijk dat we moeten aangeven, dus dat we wat betreft op 2 januari was ons bedrijf en vele andere bedrijven waren gewoon ready. Het systeem, onze software was zodanig ingericht dat wanneer de klant een bon krijgt, dat de klant duidelijk kan zien wat ze betalen en welk deel van hun inkopen BTW gerelateerd is. En dat is gespecificeerd op de bon, inclusief BTW-nummer van Lucky Store. Dus dat hebben wij gedaan. En het vervolgtraject en de komende dagen, natuurlijk hebben alle bedrijven kleine haakjes en oogjes bij de implementatie gehad. Maar belangrijk is dat in de komende 2-3 dagen wij dus ook via onze social media, onze website en intern naar ons personeel, wat al gedaan is, nog meer informatie gaan verstrekken met betrekking tot de toepassing van BTW. Zo zou het dus bij elke onderneming moeten zijn, meneer Kalaikan. Dat klopt. Ik ben blij te horen dat er een heleboel van die ondernemingen toch goed voorbereid zijn geweest. Ik moet zeggen, met name de grote ondernemingen en producenten ook. En de middenondernemingen, zeg maar de middenstanders in de branches. Heel veel daarvan hebben vooraf ook informatie opgevraagd, die hebben ze ook gekregen. En ze hebben hun
business readiness ready gemaakt. Natuurlijk zijn er een aantal ondernemers die dat niet hebben gedaan. Of niet wisten hoe ze dat moesten doen. Ja. En dan word je dan geconfronteerd met de BTW. Is echt ingevoerd, gaat echt werken nu. En dan raak je in paniek. Dat kan ik begrijpen. Maar het is nu de taak van ons allen, zeker de overheid voorop, om de informatie te verschaffen voor die groepen. En die groepen toch wel te identificeren en te gaan na te gaan. Maar wat is het probleem? Ja. En ik ben blij dat er vertegenwoordigers van de kleine winkeliers hier zitten. Kunnen we altijd in conclaaf gaan. Maar ook andere groepen hoor, ja. Daar niet. Ja, oké, okay, maar we gaan toch nog even terug naar meneer Issa, want hij heeft wel een zorgpunt. Ja. Om nu in moderne tijden zaken te doen, zijn er regelgeving. Er zijn regelgeving met betrekking tot compliance, er zijn regelgeving tot belastingen. En als de wet het voorschrijft, dan moet jij je eraan gaan houden. Dus wat dat betreft hoop ik dat de Belastingdienst ook de controle over een paar weken gaat beginnen in te voeren. Zodat er bij de implementatie van BTW niet een situatie gaat ontstaan dat er nog meer oneerlijke concurrentie gaat zijn voor de bedrijven die zich wel houden aan de BTW-regels. Dat is ik denk de belangrijkste boodschap die wij willen geven. Niet alleen naar de ondernemers en de consument, maar ook naar de Belastingdienst. Die het eigenlijk op zich moet nemen om ook de controle voor de goede uitvoering van de BTW gaat uitvoeren. Die controle blijft terugkomen. Ja, daar zijn we ook van bewust. Wanneer is hij heeft totaal gelijk, dat je moet houden aan de regels. En het mag niet zo zijn, dat moeten we als samenleving niet accepteren, dat andere mensen zich wel, een groep zich wel houdt aan de regels en een groep niet. Mm-hmm. De Belastingdienst moet als controle, als uitvoering van de belastingwetten, nu praten we over BTW, maar er zijn ook andere belastingwetten, die moet het goede voorbeeld geven en die moet op pad. En daar hebben we dus ook rekening mee gehouden. We zijn nu bezig. We zijn al op pad geweest vorige week en vandaag ook. We hebben natuurlijk niet heel veel personeel. We kunnen niet iedereen tegelijk controleren. Maar we zijn bezig met risicoanalyse en bepaalde groepen zijn we bewust aan het benaderen, gericht aan het benaderen. Nu de winkeliers, straks die pomphouders. Dan komen de andere groepen erbij. Je hebt een heleboel sectoren die we toch wel moeten controleren. Mm-hmm. Maar ik wil wel benadrukken dat we in deze fase niet echt praten over controleren in de zin van wat heb je fout gedaan. Yeah. Meer in de zin van waar heb je ondersteuning nodig. Maar in die ondersteuning kunnen er dingen zijn die fout zijn gedaan. Stel nou maar dat een onderneming tot nu toe mooi allemaal BTW is gaan heffen, al mooi wat geld van ons heeft gepakt. Wat dan? Dan zeggen we tegen die ondernemer dat u moet het ook mooi afdragen aan de belasting. Oké. Okay. Ja toch? Nee, oké. Okay. Nee. Dat is die ondersteuning, ja, hè? Ja. Nee, dat dus is het geld blijft niet bij de onderneming? Mag niet. Okay. Als je 1 cent BTW op belasting int voor de Belastingdienst, dan moet u die afdragen. Of het nou terecht is of niet terecht, okay. U moet het afdragen. En daarvoor zijn er ook, ik wil niet praten over straffen, want het zit er niet in de sfeer om te straffen. Nee, maar, ja. Maar als mensen willens en wetens misbruik maken van de situatie, dan gaan we die wel toepassen. Dat gaan we onthouden. We gaan verder, want we hebben meneer Ramon Frederik intussen bij ons. Hij is aangeschoven ook in de studio. Welkom meneer Frederik. U bent coördinator BTW-implementatie voor de douane. Kunt u ons uitleggen hoe daar de implementatie plaatsvindt? Want BTW wordt alleen op importen geheven. Klopt. We zijn samen met de Belastingdienst begonnen aan een proces om die BTW te implementeren. Het is een niet al te makkelijk proces geweest. We zijn heel lang bezig geweest met elkaar.
heel veel discussies. Wetten werden bekeken, we hebben adviezen gehad van deskundigen erbij. En het begint allemaal bij de import. Alle goederen die het land binnenkomen zijn dus aan BTW onderheven. Maar alles? Alle goederen. Maar niet alle goederen dragen BTW af bij de import. Want je hebt dus goederen die het nultarief, wordt gehanteerd voor BTW. Dus die goederen, dus daar draagt men dus geen BTW af. Zoals we net hebben gehoord van de directeur, de zogenaamde basisgoederen die ja, we kennen. De lijst, ja. Ja. En wij noemen dat dus de nultariefgoederen. Ja. En over die goederen betaalt men dus geen BTW bij de import. En die goederen dus gaan dus automatisch dus door en komen in de schappen van de winkel terecht. Mm-hmm. Waardoor dus de winkelier op die goederen dus ook geen BTW kan gaan heffen en zeggen dat die goederen duurder worden. Dat kan niet het geval zijn. Oké, okay, ja. Ja. Wanneer zaken goed gaan, dan moeten we ook vertellen aan de samenleving. Jazeker. Ik heb heel veel waardering en dank voor het team van de douane. Ja. Die dan ook dag en nacht hebben gewerkt. Om op basis van de resources die we hebben, gewoon de middelen die we ter beschikking hebben, toch nog bijna 99% van de invoering succesvol te laten lopen. Mm. Er zijn een aantal dingen die we nog moeten doen, maar ze hebben gewerkt, ze hebben geen oudjaar gevierd, ze hebben geen nieuwjaar gevierd, in ieder geval een paar van ze zeker. En dat is toch heel mooi om te zien dat als we het willen, dan kunnen we het ook. En mijn complimenten en mijn dank aan de douane. Ja, oké. Okay. U heeft een vraag, maar ik moet echt even mijn... Het moet even helder zijn in mijn hoofd. Dus bij de douane is er een systeem waarbij het direct duidelijk is waar er BTW wordt geheven. Dus de douane ziet dat gewoon. Er is geen achterstand, er is niks. Alles is daar in orde als het gaat om de douane. Voor 99% klopt het helemaal. We hebben toch wel wat hier en daar wat kleine hoekjes en haakjes die we moeten gaan gladstrijken. Maar we maken gebruik van het Asikuda-systeem. Mm-hmm. En daar dus, in het Asikuda-systeem is elke aangever dus verplicht digitaal aangifte te doen. Okay. Waardoor het systeem dus alle calculaties voor ons maakt. Dus we hebben dus een goed beeld van wat binnenkomt, wie de importeurs zijn, wie betaalt. Okay. Trouwens, iedereen betaalt, mm-hmm. die andere 0%. Maar we kunnen dus een goede evaluatie gaan maken van wat er daadwerkelijk is binnengekomen aan BTW bij de import. Oké, en het is niet dus dat een deel van de goederen wel belast wordt en een ander deel niet. En de consument dat... Ik ben consument op dit moment, hè. En de consument dat op dat moment gaat merken dat wij dan... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het helemaal. Kijk, we hebben dus een traject ingezet bij de douane. Ik ben er ongeveer 6 maanden bij. Oké. En dat traject is om dus die transitie te brengen binnen die organisatie. Ja. Om ons weer zichtbaar te maken bij de gemeenschap zoals het hoort. Okay. We gaan dus ook bezig zijn met de importeurs, ook met de exporteurs. Ja. Maar tegelijkertijd zullen we ook wat fel bezig zijn. En daar hebben we het dan over de controle waarover iedereen precies. het heeft. Ja. De douane zal ook de controle gaan verhogen op de havens en bij de importeurs. En dan praten we dus over een nakontrolesysteem. Mm-hmm. Wij noemen dat de Post Clearance Audit Unit. Dat is een nakontrolesysteem waarbij we dus de boeken van de importeurs zullen gaan bekijken samen met de Belastingdienst. Gaan we dus samen dat goed doornemen. En dan kunnen we dus gaan kijken van in hoeverre zij dus compliant zijn ten opzichte van de wetgeving. I like that. Ja, mevrouw Wolfram. You have actually read my mind, maar... We praten dus nu over importen en 0% tarief op goederen. De 0% tarief en importen. Er in de wet staat aangegeven dat bijvoorbeeld meel, meneer Kalijkan weet precies in welke richting ik zal gaan. Meel heeft natuurlijk 0% BTW. Geldt het hetzelfde voor cakemeel, pannenkoekmeel, toiletpapier? Geldt het ook 0% tarief voor die geparfumeerde toiletpapier. Dus er zijn, my point is,
Er zijn basisgoederen aangegeven of er zijn goederen aangegeven met 0% tarief. Maar er zijn wel verschillende goederen. En dan wil ik ook gelijk aan meneer Kailaikan vragen. Bent u van mening dat de wet bijgepast of tenminste een beetje beter verwerkt moet worden? Aangescherpt ja, moet worden. Yes, ja, exactly. Ja, 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 ja. Ik heb nog twee andere vragen, by the way. Ja. Er zijn werkelijk wat interpretatieverschillen, zoals de man van de straat ziet of de winkelier ziet. We zijn even uitgegaan van wat er was. We hadden dus een OB-systeem, een omzetbelastingssysteem, waarbij we dus een lijst hadden met wat goederen die 0% belast waren. En op basis van die lijst hebben we dus datgene wat is opgenomen in die BTW-wetgeving aangepast. Dus we zijn niet gaan uitweiden en we zijn het ook niet gaan inkorten waar het niet nodig was. Maar we hebben dus gewoon die aanpassing gepleegd zoals het al was. Ja, dus bijvoorbeeld geparfumeerde toiletpapier. Het blijft toiletpapier bij de douane. Het is een goederencode, dezelfde goederencode. Dus hij blijft waar op die 0% BTW. Bij cakemeel. Cakemeel is wat anders. Mm. Ja, cake is meer wat anders. Is geen meel zoals het in de douane, zoals douane technisch wordt vertaald. Zoals we op de Suriname zeggen. Cakemeel is ja. een, bijna een bereid product. Yeah. Het heeft meerdere bereidingen ondergaan, maar meel minder. Dus meel en cakemeel zijn twee verschillende producten bij de douane. Hmm. Okay. En dan heeft u ook bepaalde producten als bijvoorbeeld melk, frischenvlag. Is frischenvlag dan ook bijvoorbeeld, valt het ook onder 0% tarief? Ja. Is melk? Melk is melk. Melk is melk. Oké. En de aanscherping van de wet? Even aansluitend, we hadden het over bijna 99% is goed gegaan. Het is nou precies dat issue waar we 1% onder die 1% moeten doen. Er zijn natuurlijk goederencode. Dat is een hele dik boekwerk met alle goederencode. En dat is die aanscherping die we moeten gaan doen. Ja. En dat doen we dus niet overnight. Want die wet is pas 29-30 aangenomen. Ja. En we hebben ervoor gekozen als Belastingdienst. Laten we die wet gaan uitvoeren. En gaandeweg het traject gaan we aanscherpen. En meneer Frederik is al bezig, hij heeft het niet gezegd, met deskundigen. Die opdracht heeft u om daar de aanscherping aan te geven en duidelijk te geven. Want we zijn ook bezig bijvoorbeeld met volksgezondheid. Want er staat geneesmiddelen. Geneesmiddelen, medicatie. Ja, maar wat zijn geneesmiddelen? Ja, ja. Dus we moeten ergens een aanknoping zoeken. Maar je gaat hem... Je maakt keuzes als business, als leider, zeg je. Laten we het voorlopig pragmatisch benaderen. Mm-hmm. Ja, toch? En dan gaan we gaandeweg deze dingen zo snel mogelijk oplossen. Het hoeft niet lang te duren, hoor. Kijk, die vragen die bij mevrouw Wollefram en of de samenleving zitten, die zitten ook bij ons. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen. Maar met deze input en met deze gedachtegang hebben we natuurlijk iets meer basis, grondstof, of draagvlak om hier en daar een aanscherping. Uiteindelijk is het toch wel de samenleving die bepaalt, hè? Oké, ja. Aanvullend heb ik toch een vraag ten aanzien van die HS-code, die goederencode. Want we zitten met die 8 digits, kan het misschien uitgelegd worden, maar dat is de bedoeling om naar 10 te gaan. En wat is de status daarvan? Ik noem het omdat dus eigenlijk bij de import van grondstoffen je wel eens te maken kreeg met een product dat wel onder die grote nummer valt, maar is niet geherdefinieerd naar een heel specifiek geval. En ik heb daar niet allemaal zo makkelijk de voorbeelden van, maar die 8 naar 10, dat is wel een belangrijk onderdeel dat wel moet gaan gebeuren, onder andere deze situatie, toch? Klopt, ik ben het helemaal met u eens. We zijn ook daarmee bezig. En we gaan dit jaar, in de maand maart, gaan we eens over naar de 10 digits CET. En dat gaat dus gepaard gaan met de upgrade van het douanesysteem. Gaan we dat tegelijkertijd ook meenemen. Terugkomen op dat van die basisgoederen, we zijn echt hard bezig daarmee. Dagelijks zijn we bezig zaken aan te passen in het systeem, zodat het klopt en werkt. En dat klanten niet onnodig of zomaar BTW afdragen of niet, of betalen of niet.
Ja. Maar we zijn dagelijks bezig en we zijn keihard bezig. Het heeft onze prioriteit om die basislijst voor elkaar te krijgen. Oké, maar meneer Frederik, moet u horen. Dus we hebben nu gesproken over de grote importeurs. Oké, that's everything, it's in order. Maar als ik nu een pakket van mijn zus ga halen bij een pakkettendienst, betaal ik daar ook BTW? Tenzij het gaat om bepaalde goederen. Niet alle goederen zijn maar gaat, belast. Sorry hoor, gaat de douane in die doos kijken en zeggen, oh dit is wel dat niet, dat niet. Hoe gaat dat eraan toe? Kijk, de douane werkt op verschillende manieren. Ja. Je doet de aangifte natuurlijk voor je pakket in het buitenland, het komt hier aan. En de douane ziet wat daarop is aangegeven. Het kan zijn levensmiddelen, het kan zijn diverse goederen. En aan de hand van die aangifte kan de douane ervan uitgaan van we gaan die pakket dus doorzoeken, waar het bekijken. Mm. En dan gaat men dus bekijken wat er allemaal in die pakket zit. En voldoet die pakket aan de standaard van levensmiddelen, nou dan betaalt hij niets aan de staat. Je betaalt wel aan de pakkettenmaatschappij voor aan de afhandelingskosten. Mm. En dan kom ik daarop wel even, omdat net zoals men aangeeft dat BTW de prijs omhoog schroef en het niet in mijn ogen niet zo is, het gaat wel een klein beetje hier en daar omhoog, doet men hetzelfde ook bij de pakkettenvaart. De maatschappij die geeft je een bon met de rekening en wanneer je naar de rekening kijkt en je zegt zoveel, dan zeggen ze dat is de douane. Dus je moet goed de bonnen nagaan. Was dat op de bon aangegeven? Gaat het om invoerrechten? Gaat het om opslagkosten of afhandelingskosten? Dat doet men meestal niet. Men kijkt naar het totaal en men zegt en men slaat het de aan, douane. Ja. Maar dat is het weer niet. Ja. Het hangt van het product af. Als de douane overgaat tot het belasten van uw pakket. Hmm. En als uw pakket belast is, dan wordt BTW meegenomen. Oké, we moeten alerter zijn als consument. Ja. Vanwege de vele vragen die gesteld worden, vraag ik me af of er, natuurlijk is er een BTW-lijn, maar is er een hulplijn en een klachtenlijn die je dus separaat wil houden? En idealiter natuurlijk vandaag bespreken we het BTW-gedeelte. Idealiter wil je hebben dat de mensen die deze uitzending niet volgen, dat ze ergens terecht kunnen waarbij alles uitgeschreven is, alleen om te voorkomen. Want hoe meer voor de interpretatie van de persoon in een samenleving als de onze, hoe meer je dat overlaat, hoe meer vragen mensen hebben en des te meer eigen invullingen van die vragen mensen hebben. Dus is het niet goed dat er ook een hulplijn komt waarbij de website van bijvoorbeeld de Belastingdienst alles wat we nu weten bij de invoering van BTW helder maakt voor de samenleving, alleen om te voorkomen dat mensen zich benadeeld voelen? Ja. We hebben, er is een e-mailadres, dat weet ik. Ja. We hebben een slide voor u gemaakt. Oh, oké, dus dat komt er nog. Heel goed om de kijkers te laten zien wat het allemaal is. Ja. Heeft u iets te melden over de BTW? Gaat u naar de website, er is een speciale formulier. Ja. U kunt het ook e-mailen, u kunt ook bellen. Misschien kan de regie de slide alvast even zetten. Oh, daar is hij. Ja. Dat kan bij de Belastingdienst. Gebruik hiervoor het formulier op de website van de Belastingdienst. Mailen kan naar btw@gov.sr. Er zijn genoeg nummers om te bellen. Is het eenmaal 24 uur? Helaas niet. Nee, helaas niet. Oké, binnengekomen meldingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Is het van 7 tot 3, 7 tot 4? Wat zijn de tijden dat de mensen mogen bellen? 7 tot 3, maar we proberen het niet uit te breiden omdat we personeel. Misschien zou er een gratis nummer moeten komen, meneer Kalenka. We zijn bezig met een kort nummer, gratis. Juist, ja, ja. Maar daar zijn ook procedures, voor. Maar die moet heel snel komen. Dat komt eraan. Ja, oké. Nou, als er geen vragen meer zijn voor de douane, dan denk ik dat we gaan doorschuiven. Dank u wel. Ik denk dat voor wat de douane betreft we misschien nog wel vaker bij u terechtkomen. We zijn zo meteen terug met het vervolg van BTW in de praktijk. We zijn terug met het programma BTW in de praktijk, waarbij wij toch proberen antwoorden te geven op vragen van BTW is ingegaan op 1 januari en u als volk, wij als consument hebben veel vragen en die proberen wij vandaag te stellen aan de deskundigen die bij ons hier zijn in de studio.
Als we praten over BTW, belasting, over toegevoegde waarde, belasting wil zeggen economie, wil zeggen dat onze economie er beter van wordt, meneer Steven Debbie Perchat. U bent voorzitter van de Economisten, dus u moet het antwoord kennen. Ja, ja, dus dank u wel. En laat ik starten met complimenten te maken aan de heer Kalaikaan, de Belastingdienst en uiteindelijk de overheid van Suriname, als ze voor de gedurfde stap om daadwerkelijk op 1 januari 2023 BTW te laten ingaan, zo meteen over de ingang zelf. Als land praten we ontzettend lang al over BTW. En we weten dat er een inkomsteneffect zal zijn voor de overheid, wat mooi is. Dus we weten dat bij het invoeren van alles wat met belastingen te maken heeft, de vragen zullen zijn voor degene die gaat betalen en degene die het zal implementeren. Precies dat is, loopt nog vanaf 1 januari van 2023. We leven vandaag 9 januari. Ja. Dus gaandeweg deze maand zullen meer vragen beantwoord worden. Ten eerste zijn er twee typen van speelvelden als het gaat om BTW. Degene die dat betaalt, zo net is dat woord consument gevallen, maar om eerlijk te zijn, we zijn allemaal iedereen hier is een consument. Ja. En degene die dat zal moeten innen, dus de verkoper. Mm-hmm. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de kopers en de verkopers en dat merken we de begindagen van januari. Maar hoe meer de voorlichting wordt voortgezet, hoe meer daar duidelijkheid in komt. Sommige zaken zullen wel blijven doorspelen. Vanaf de kant van de consument speelt dus communicatie een belangrijke rol. Zowel met deze sessie het versterken van de website van de Belastingdienst met alle spelregels, wat mag en wat niet mag. Maar we merken dat bij de kant van de implementering, met name als het gaat om bedrijven, er veel meer onzekerheid is. En dat komt gewoon vanwege de gradering die je daarin hebt. Je hebt de grotere jongens, de middenstandjongens en de kleinere jongens en meisjes, die dus waarschijnlijk een beetje meer steun nodig hebben. Het is goed dat dat ook komt. Zo net hoorden we een belangrijke ondernemer praten. Misschien dat ondernemers elkaar ook kunnen ondersteunen daarin. Als we praten over awareness vanaf de kant van de consument die ook gecreëerd moet worden. Er is veel onduidelijkheid in de samenleving. Veel mensen mopperen met elkaar op straat. Veel mensen zoeken hun klachten de weg via social media. Ja. Ik weet niet zeker in hoeverre dat constructief is, maar laten we degene die antwoorden heeft, probeert je familie te ondersteunen in de onduidelijkheid die er is. Vanaf de kant van de overheid, want daar begon u mee, is het altijd een wens geweest om de inkomsten van de staat te verhogen. Het economieboekje laat zien dat de inkomsten van de staat structureel omhoog kunnen gaan als je overstapt van vormen van omzetbelasting naar een belasting over de toegevoegde waarde. En in ons land zeggen we steeds van het IMF zegt het. Ik ben niet zo overtuigd of de implementering dat komt omdat het IMF dat zegt. Feit is dat we nu hebben gekozen. Ik weet niet zeker in hoeverre het verstandig is om terug te gaan. We hebben 1 januari. We zijn er eenmaal in. Ja, precies. Dus laten we nu we ervoor gekozen hebben om het te doen. Laten we het om zo goed mogelijk doen. We hebben de wettelijke invoering gehad op 1 januari. Natuurlijk is er een implementering kosttijd. Omdat er altijd technische aangelegenheden zijn. Er is die dynamiek. We zijn in een samenleving waarbij zaken een beetje anders lopen dan de paradepaardvoorbeeldjes die we steeds gebruiken. Wat niet erg is. Het is een leermoment voor ons als land. Waarbij kopers, verkopers elkaar moeten vinden. Maar waarin ook de overheid moet gaan kijken van de inkomsten die ik had verwacht. Komen ze binnen? Wat moet ik doen om de Belastingdienst te ondersteunen? Hoe zit dat? Dat werd zo net door de vorige spreker aangehaald. Die cohesie die we wel hebben tussen de economische controledienst, de Belastingdienst en waarschijnlijk andere werkarmen van de overheid. Hoe ga je dat zo goed mogelijk doen om misbruik van belastingen, om misbruik van met name deze belasting te voorkomen? Uiteindelijk moeten we moeten allemaal werken als overheid, als private sector, naar een situatie waarin de koper niet benadeeld wordt. Zodanig dat de prijsverandering die je nu meemaakt niet moet heten dat het een winst wordt voor degene die aan het verkopen is. Ja. Dat stukje wat erop wordt gezet moet richting overheid gaan. Vanaf de overheid is het natuurlijk wel een zaak dat er een balans moet komen tussen
inkomstenuitgaven. We weten dat volgende maand, februari, er een missie van het IMF komt om te evalueren, waarbij men met een vergrootglas gaat kijken hoe de ontwikkelingen de afgelopen weken zijn gegaan. De invoering van BTW in ons land wordt gekoppeld aan de verstandhouding die we hebben met het IMF. Uiteindelijk doel, althans het wordt gezegd door de politici, dat zal natuurlijk technisch een andere achtergrond hebben. Het uiteindelijk doel moet zijn dat we een werkbare begroting hebben deze maand, volgende maand. En dat uiteindelijk de economie meer in balans komt, zodat we de dingen kunnen gaan doen die relevant zijn. Om onze samenleving daadwerkelijk die vooruitgang te geven waar ze om schreeuwt eigenlijk. Die verdiensten te geven die men, nodig heeft. Want daar vraagt de gemeenschap ook over. Daar vragen ze naar. BTW komt. Nou ja, dat is niet de vraag voor vanavond. Wat gaat de overheid met het geld doen? Maar wat ik wel aan u wil vragen, meneer Debi Perchat, wat is de impact van de BTW op de devaluatie? Laten we als tussenstation de prijsontwikkeling. We hebben de eerste dagen van januari wel een prijsontwikkeling gezien. Het is niet zeker of die prijsontwikkeling alleen komt door BTW. We weten in elk land dat in januari er toch wel van oudser prijsontwikkelingen zijn vanwege verschillende omstandigheden, nationaal, internationaal. Nu komt er een gedeelte BTW erbovenop. Voorlopig zijn een aantal voorbeelden gebruikt over de het nultarief, 5% tarief, 10% tarief, maar er is ook een luxe tarief. Ja, dus dat verdient verduidelijking voor de samenleving. We hebben al 3 jaren van hoge inflatie in Suriname. Vorig jaar, het jaartje daarvoor, 2 jaartjes daarvoor. Mm-hmm. Het is verwachtbaar. Ik weet het niet zeker, maar het is verwachtbaar dat ook dit jaar de prijsontwikkeling toch behoorlijk zal zijn. De crisis die we kenden uit 2022 sliepen door. Internationale ontwikkelingen, zaken die we in Suriname nog niet hebben aangepakt. Dus als het gaat om prijsontwikkeling, vermindering van de koopkracht bij de samenleving, helaas is dat ook in 2023 het geval. Ja. Het geval is dat 2023 een behoorlijk zwaar jaar wordt voor de samenleving. Op het vlak van wisselkoersontwikkeling is er net een andere aangelegenheid te gaan, namelijk de interventies die financiën moet plegen, of laat ik liever niet het woordje interventie, de rol die financiën steeds moet spelen om voor te schieten, om te subsidiëren. Het staatshoofd heeft in december gezegd dat dit jaar de overheid steeds verder zal terugtreden als het gaat om subsidies, waarbij de gebruiker daaraan moet wennen om steeds meer te betalen. Het jaar is pas begonnen, dus laten we kijken hoe dat precies speelt, hoe dat zich ontwikkelt. Niet alleen de VES kijkt daar met een vergrootglas naar. Ik begrijp dat ook IMF-economen daar goed naar zullen kijken, IDB-economen. Belangrijk is dat we de fouten die er zijn in de economie, die pijnlijk merkbaar zijn in de samenleving, iedereen voelt het in zijn portemonnee, dat die uitgewerkt worden, dat we gaan naar een stabiele groei, waarbij iedereen duurzaam meer zal verdienen. U had een reactie? Eigenlijk heb ik niet zoveel aan toe te voegen, omdat hij het vanuit een economisch perspectief bekijkt. Ik moet wel zeggen dat ik me ondersteund voel in de gedachtegang van de Belastingdienst moet ondersteund worden, we moeten het nu invoeren. Dat zijn toch wel hele mooie ondersteuningen. Het geeft toch wel een gevoel van we zijn goed bezig. Goed bezig. Oké, maar we gaan wel even terug naar de man van de straat. Want die zegt wel dat ze de verhogingen wel erg zwaar vinden deze dagen. Ik heb het om zien. Alles olie op prijs, alles op prijs. Botisuma, wat tang. Je begrijpt van de mij heffen aan belasting eigenlijk. Ik begrijp precies. In die woonwinkel was het officieel van 60 gulden naar 65 gulden, 66 gulden. Van Batrakula. Heb je 14, dan ga je komen meteen. Recentelijk, dus ik wil naar precies bij jullie aan boord, zou je maar registreren? Precies, het. Ik wil wel een winkel bij mij toe zijn, dan is je alle dingen voor u.
De consument begrijpt het niet. Ze zien alleen hoge prijzen in de winkel. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar die prijzen worden voornamelijk ook veroorzaakt door de internationale ontwikkeling. We zijn, we importeren een heleboel goederen. Maar als we kijken naar het beleid in zijn algemeenheid, dat is de BTW ingevoerd, de OB is weggegaan, vervallen. We zijn van 10% naar 12%, van 12% naar 10% gegaan. Daarnaast hebben we een hele lange lijst met 0% tarieven. Dus daar is al opgevangen om te voorkomen dat er niet onnodig in deze moeilijke tijd dat goederen duurder worden. Vervolgens is er ook nog een sociaal programma. U heeft het gehoord, Monicarta, Olicarta komt eraan. De zwakke huishoudens worden ook zeg maar voorzien van meer inkomsten. En vergeet u ook niet dat wij ook voor de loontrekkers de belastingvrije som hebben opgetrokken naar 90.000 SRD per jaar. Oh, gelukkig zegt u per jaar, want ik keek al naar u. De 7.500, hè? 7.500. Okay. Maar, ja. Maar het is wel belangrijk om even de ontwikkeling te zien. Want we begonnen met 220,50 per maand. Mm-hmm. Toen hebben we gezegd, als we die BTW gaan invoeren, dan gaan we ook tegemoet komen. Dat hebben we ook gedaan, omdat die BTW per 1 juli zou worden ingevoerd vorig jaar. Ja. Dus vorig jaar hebben we opgetrokken van 220 naar 4000. Ja. Maar die BTW is niet gekomen. Vorig jaar. Maar dat lag aan de inflatie die... Oké, okay, ja. Nee, maar het was gekoppeld aan die BTW. Oh, oké, okay. Ja. En toen hebben we gezegd, oké, okay, nu die BTW terecht komt, dan gaan we zeg maar ook nog opkrikken. Die. Het kost het land bijna 2 miljard SRD per jaar. Maar we krijgen het toch terug van de BTW? Hoop ik, ja. Oké. Okay. Meneer Debbie Persat, salarissen. De mensen gillen natuurlijk dat ze meer salaris willen hebben, want hun salaris is hetzelfde. Ze moeten meer betalen. Hoe gaat dat werken als er salariscorrecties komen? Ja, precies. Dus we hebben vorig jaar meer uitdagingen gezien dan begin januari 2022 waren verwacht. Een aantal van die uitdagingen zijn extra door de overheid veroorzaakt. Dat is zonde. Het heeft uiteindelijk allemaal gewerkt naar een lastigere situatie, laten we zeggen verarming in de samenleving, die vele mensen dagelijks voelen. Een aantal zaken zijn hun in het verschiet gesteld. Dus die vallen onder het sociaal vangnet. Die componenten daarvan zijn voor ondersteuning van de ouderen, van de gehandicapten en uiteindelijk een moneykaartensysteem. Belangrijk is dat de sociale steun zijn weg moet vinden naar zij die dat daadwerkelijk nodig hebben. Met als bedoeling dat de mensen zelfstandig worden. Uiteindelijk moeten we een samenleving hebben die elkaar ondersteunt. En dan kom ik terug bij dat videofragment. Mensen hebben de voorbeelden dat een aantal zaken, dat de prijsontwikkeling meer is dan 10% of 5%. In elke situatie waarbij je troebel water hebt, heb je personen die daar misbruik van kunnen maken. Ik wil niet zeggen dat mensen misbruik ervan maken. Als eerste begint het bij de consument, degene die koopt. Als je vindt dat iets overprijsd is, heb je altijd de mogelijkheid om niet te kopen, maar dat is eigenlijk niet mijn voorstel. Mijn voorstel is dat er een hulplijn, een klachtenlijn komt, waarin personen, liever georganiseerd via economische zaken, ECD, waarbij mensen aangeven dat er ergens een misstand is. Ja. Van zuiver economische zin heeft het ook geen zin om je prijzen te overdrijven. We hebben een gelukkige samenleving van vrije concurrentie waarbij bij elk goed er meerdere aanbieders zijn. Als een bepaald bedrijf zijn prijzen dusdanig hoog zet, zal je jezelf uit de markt prijzen. Je zal op een bepaald moment ook niet meer verkopen. Dus het heeft geen zin om een extra slag te slaan om jezelf rijker te maken. Uiteindelijk ga je jezelf buiten de business plaatsen. Dus het is een leermoment voor de Belastingdienst en waarschijnlijk voor ons als volk van Suriname. In een traject die we misschien al 10, 20 jaar geleden zouden moeten hebben ingezet. Want het werd al eerder aangehaald. Waarschijnlijk zijn we de laatste broeder binnen CARICOM die met de BTW staat. BTW beltje gaan hakken, ja. Meneer Bilkendijk, wat is uw mening omtrent salariscorrectie?
Ik was juist blij dat ik niet aan tafel zat om die vraag te krijgen. Maar toch slingert die vraag mijn richting uit. Nou, laat me het zo zeggen, en ik ben geen econoom. Het is een beetje tricky. Omdat je dus juist, zoals je dus eigenlijk, hoe meer je zou willen bijstellen, hoe meer dat effect heeft op die hele economische ontwikkeling. Maar ik ben niet de persoon om te zeggen van nee, het moet niet komen. Absoluut niet. Ik denk dat er ten aanzien van het sociaal programma, dat daar serieus gekeken wordt naar wie die zwakkere mensen zijn in de economie. En dat wel inderdaad wel een handreiking komt. Maar als bedrijfsleven, de private sector, hebben we grotere uitdagingen om ons personeel te betalen. Je moet je zo voorstellen, na de afgelopen crisis die nog eigenlijk gaande is in onze perceptie, dat je dus in feite niet die moment hebt gehad van groei. En natuurlijk zijn er juist bedrijven ontstaan in deze periode die fors hebben verdiend. Ja. Toch? Maar de reguliere businesses die er altijd al waren, die hebben juist grotere uitdagingen gehad. En uiteindelijk zit je ook met die kosten die je moet hebben in je bedrijf. Maar het is challenging. Maar ik zou niet roepen om salarisverhogingen per se. Ik denk dat er aanpassingen zeker nodig zijn, absoluut. Maar het moet er niet te fors worden, want anders kill je de hele economie. Ik wil het punt van de heer Bulkerdijk overnemen. Het is belangrijk om de groepen die niet uitkomen. En er zijn verschillende woorden daarvoor te ondersteunen. En er zijn verschillende manieren daarvoor. Maar we moeten vooral niet vergeten dat met het afschaffen, of laat ik liever zeggen met het terugtreden van de overheid in de prijsvorming van nutsvoorzieningen, er een extra grote druk zal komen op de middenklasse. De middenklasse en waarschijnlijk middenstands- en kleine ondernemingen. Als het gaat om de middenklasse is dat die klasse die een samenleving draagt. Als het gaat om de productie, leren we vanaf de schooltijd dat midden- en kleinbedrijf de ruggengraat vormen van de economie. Dus laten we ook bewust zijn ervan als land dat er een extra grote druk komt op dat stuk van je samenleving die je wel duurzaam wil ondersteunen, die er niet onderuit mag gaan. U zei iets belangrijks zo net, meneer Debbie Persat, omtrent dat van economische zaken, hulplijn, dat mensen in staat moeten kunnen zijn om te bellen en misstanden aan te geven. Ik denk dat dat wel oké zal zijn. Ik denk dat het heel belangrijk zal zijn dat er daarop ook echt wordt gereageerd. Want dat zal het verschil uitmaken uiteindelijk voor de consument. Als ze zien dat de overheid daadwerkelijk reageert op hun hulpgeroep. We gaan er even tussenuit, dan zijn we straks terug met het laatste deel van BTW in de praktijk. In het laatste gedeelte van ons programma, BTW in de praktijk. Ja, waar in de praktijk merk je het meest de BTW? Nou, de voorzitter van de vereniging van kleine winkeliers. Nee, volgens mij heet de vereniging niet eens zo. Ik heb een verkeerde naam. Vereniging van winkeliers en ondernemers. Ik dacht het al, want dat klopt niet helemaal. In ieder geval, Gretel Wormfram is bij ons aangeschoven. Hoe gaat het? Laat me dat eerst even vragen. Want de kleine winkeliers hebben het extra moeilijk deze dagen. Ze hebben het werkelijk extra moeilijk. En het is natuurlijk ook moeilijk te begrijpen voor ze. Ik ben ook een beetje van gedachten gewisseld met de directeur van belastingen, de heer Kalaikan. Registratie is ook nog steeds een beetje een probleem. Men weet ook niet onder welke categorie sorry, men moet vallen als men moet registreren, want je hebt verschillende categorieën. Los daarvan, taalbarrière, ik denk dat iedereen dat weet. Maar ik denk dat er ook ten aanzien van controlewerkzaamheden er op den duur een beetje een soort van stigmatisering gecreëerd wordt naar vooral de Chinese winkeliers toe. Want wanneer zaken onderzocht worden en het blijkt dat toch de winkelier niet in de fout is gegaan, dan komt dit niet in de media. Dus dat zorgt ook ervoor dat de winkeliers dan ook wel een beetje gedemotiveerd zijn. En dit alles zorgt dan ook wel voor een bepaalde situatie dat men niet echt makkelijk wil meewerken aan
bijvoorbeeld de BTW-wet, dat men, hoe, in hoeverre heeft men belief in, weet je, de BTW-wet? BTW. Maar oké, mevrouw Wollefram, onze Chinese broeders en zusters, die hebben het grootste deel van de winkels in Suriname. Hoe vaak zijn jullie al bij elkaar gekomen? Enkel keer. Dus ik heb het over de belastingen en WOVS. Oké, maar dat komt snel, neem ik aan, toch? Meneer Kalaikan? We zijn wel bij elkaar gekomen, hoor. Maar op nieuwjaarsdag waren we bij de Chinezen. Maar nu begrijp ik dus niet helemaal welke groep bij welke groep hoort. Maar we waren in ieder geval met een groep van de winkeliers bezig. Niet alleen winkeliers, het waren voornamelijk Chinese ondernemers. Mm-hmm. We hadden een tolk bij de hand. Okay. We hadden ook live uitzending via Facebook, et cetera, et cetera. We zijn bijna 2 uur daar geweest. Okay. Uitgelegd. Daarvoor hadden we ook al bij de voorbereiding van die wet hadden we ook aantal sessies met groepen. Daar waren ook die Chinese verenigingen, als ik het zo mag noemen. Maar wij van de Belastingdienst proberen in ieder geval zoveel mogelijk te communiceren. En mevrouw Wollefram is hier. We hebben al voor dit moment gezegd, we moeten snel weer bij elkaar komen. Heel snel, ja. Dus dat komt wel goed. En als er gedachten zijn over hoe kunnen we de registratie vermakkelijken, dan moeten we even kijken naar een oplossing. Ik denk nu even hardop na. Misschien moeten we een middag zitten en zeggen, jullie komen allemaal 's middags, tolk erbij, een goede begeleiding van de Belastingdienst, weet u? Ja. Dat zou heel handig zijn. Is er al een tolk op Belastingdienst? Op dit moment niet? Nee, want we hebben niet alleen ondernemers die HK en Mandarijn spreken. We hebben ook Portugezen, we hebben ook nog andere groepen. Maar we proberen zoveel mogelijk onze spotjes en onze communicatie die nu ontwikkeld worden, ook in andere talen te doen. We zouden heel fijn vinden als vanuit de groepen ook een hand wordt toegereikt om een tolk ter beschikking te stellen. Want, okay. Zij weten het beste wie een goede tolk is. Mm-hmm. Okay. Ja, daar begint het namelijk. Hè. Dus ik vroeg eigenlijk naar een Chinees of Hakka. Omdat wij stappen daar elke dag binnen. Dus vandaar. Bij de Portugezen staan we misschien om de ene dag naar binnen. Dus vandaar. Pardon? Hun nagels. Nee hoor. Nee, ik niet. Maar ik snap wel wat ik bedoel. Doen we om de ene week. Maar goed. En, mevrouw Wollefram. Ja, ik had eigenlijk ook een vraag in het verlengde. Maar gaat u gaan? Nee, ik wil graag toch nog een beetje meer richting de directeur. We hebben dus eigenlijk als ASFA wel eerder gezeten in werkgroepen met betrekking tot belastinghervorming, BTW, dat een van de belastingwetten. Maar toen is wel vaker aan ons orde geweest een stukje inburgering van de ondernemers, 1. Maar 2, en dat is een vraag voor dus nu, van is het een optie om toch te gaan naar een gestandaardiseerd administratief systeem? Ja. Want ik merk dat eigenlijk die Chinezen wel, als je gaat, dan krijg je wel een bonnetje. Ja. Je ziet niet iets wat erop staat. Nee. En alle lidstaten worden voor je bereikt. Ja. En ik heb meegemaakt, directeur, waarbij ik ga normaal niet shoppen, maar ik haal wel een flesje wijn. En dan haal je flesje wijn en daar staat er 220, loop je aan de kassa en je swipe en dan krijg je een bon van 280. Heb ik meegemaakt, maar dat is een ander verhaal. Maar het gaat mij om een gecentraliseerd, een gestandardiseerd systeem. Waarbij het een beetje vergemakkelijker is voor de Belastingdienst. Maar ook voor die man, die man zegt, ik begrijp die niet zo goed. Ja. Nou, dat wordt opgelost op een automatiseerd systeem waar je eigenlijk niet onderuit kan. Maar de belasting gaat dan eigenlijk ook wel zien maar hoeveel je maar omgezet vandaag. Precies, want hij moet het morgen overdragen, bewezen van. Ja. Maar dus heel concreet, een directeur, dat van een gestandardiseerd administratief systeem. Want wat die mannen eigenlijk nu doen, we zijn niet happy mee, mevrouw Wollefram. Het is eigenlijk wel niet onaardig zijn naar de mensen toe. En het gaat over verschillende subsectoren. Maar het is wel van belang dat
er wel een goed administratief systeem is, zodat het ook voor die consument duidelijk is. Want ja, je hebt discussies aan de kassa, omdat eindelijk een bon onduidelijk is. Onduidelijk is, ja. Want dat zou ook een van mijn vragen zijn. Iemand vroeg het mij toen ik naar een winkel ging en zei, waarom komt de Belastingdienst niet met een systeem dat iedereen gaat gebruiken, waardoor belastingen op een veel betere manier die, wat meneer Bilkerdijk zegt, kan doen? Dus het is één vraag, ja. Ja, één vraag. Natuurlijk zou ik het fijn vinden als iedereen goed systeem gebruiken, in ieder geval die voldoet aan de standaarden. Wat we wel kunnen doen, is de minimumvereisten. Ja. Want je moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Als die ondernemer ervoor kiest om een bepaald systeem te hebben, boekhoudkundig systeem, dan moet dat maar des ondernemers blijven. Maar wel moet hij aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen. En die hebben we ook in die wet opgenomen, in die BTW-wet. Meneer Bilkerdijk had het over de totale hervorming van de Belastingdienst. Ja. Dat is dus gaande en BTW is onderdeel daarvan. U mag het van ons weten dat er nu al een wet klaar ligt om die regels voor wat betreft administratieverplichtingen en hoe een belastingplichtige, maar ook hoe de Belastingdienst zich moet gedragen, al klaar liggen. Maar step by step, want onderkant, jumpen direct ik alasani, saaf. Oké. Maar dat komt eraan. Oké. Dat van de taal op de bonnen, want we snappen het niet altijd, mevrouw Wollevram. De taal, dus dan heeft het over dat het in Chinese letters of zo? Ja. Kijk, feitelijk zou de winkelier wel ernaartoe moeten werken om gewoon alles zo goed als mogelijk duidelijk en helder te hebben voor de klant. En als de klant bijvoorbeeld niet happy is met datgene wat erop staat, kan de persoon nog altijd klacht indienen bij economische zaken. Dus ik denk niet dat dat zo'n enorm probleem zou moeten zijn, maar de winkelier moet sowieso wel werken aan een goed kassasysteem, without a doubt. Maar men kan nog altijd zijn klachten indienen. Ook eventjes over goederen gesproken, want daar heb ik ook wel een vraag gericht naar de heer Kalekan. Sorry. Oké, we hadden het over oude voorraden. Oude voorraden, daarop mag er geen BTW geplaatst worden. Maar what about een ondernemer, ik plaats mezelf even in de schoenen van een consument. What about een ondernemer als Lucky Store? Want Lucky Store heeft bijvoorbeeld wel 2 of 3 januari al BTW geplaatst. Maar dan zijn er dan 2 verschillende dingen. Ik neem aan dat Lucky Store niet op 1 januari of 2 januari nieuwe producten in Lucky Store geplaatst heeft. Hoe staat dat daarmee? Onduidelijk. Ik weet niet of Lucky Store ook hier wel of geen rekening mee gehouden. Die meneer heeft gezegd dat hij klaar is voor de BTW. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat hij rekening heeft gehouden met die oude voorraden. Die oude voorraden gelden alleen maar voor levensmiddelen. Dus niet voor alles. Geen enkel aan, ja, oké. Okay. Alleen voor dus niet op kleren en schoenen en pangstof en al dat soort zaken. En parfum, ja, oké. Okay. Ik denk dat het goed is als we weer even teruggaan naar de man van de straat. Want ze willen echt gewoon heldere informatie hebben. Ik begrijp het wel zo'n beetje, want ze hebben het over BTW op goederen, maar op luxe goederen. En 10%, no? 10% op die BTW. Maar als je in de winkel gaat bij de Chinezen, hanteren ze dat niet, denk ik. Want als je gewoon gaat om wat te kopen, die prijs die aangegeven is, misschien is het bij hun al verwerkt in die BTW, want dat zeggen ze ja. Toen dacht ik, Asani zei, ja, je hebt die BTW. Dus het staat er niet aangegeven. Het wordt wel gezegd. Maar het zou aangegeven moeten zijn op dat product, toch? Ja, toch? Dus dat is het. Maar wanneer je gaat, je ziet het. Je gaat naar een winkel. Dit is die prijs. En je gaat naar een andere winkel. Weer een andere prijs. En want gisteren was ik nog in een winkel, hoor. En ik dacht, naar zo die rico. Ja, je hebt die BTW, allemaal, blablabla. Let u wel op die registratieborden. Want er moet met een codering aangegeven worden dat ze zijn geregistreerd. Nee, daar heb ik eerlijk gezegd niet op gelet, want ik ben in die winkel gestapt en ik heb geen bord gezien. Of ja, zoals u zegt, ik heb misschien niet opgelet, misschien is dat bord er wel. Wat vindt u wat betreft die informatiestroom vanuit de overheid?
Ik denk dat ze veel meer naar buiten moeten komen met die informatie. Weet je waarom? Niet een ieder begrijpt het. Niet een ieder begrijpt wat die BTW allemaal inhoudt. Ja, de persoon gaat in de winkel, hij ziet Asani, hij buying. Dat is wat ik je zei. Want ik heb gevraagd. Atrasma's aan de begrijping, minder, o tak van. Maar die is niet kon die vrouw vast of zo. Je weet het toch? Dus ik vind dat de overheid een beetje duidelijker naar voren moet komen wat dat betreft. Ik vind niet dat die informatie goed genoeg naar buiten gebracht wordt. Het was helder, meneer Kalaikan. Ja, daarom ben ik blij met dit programma. Want we beginnen nu hiermee. Vanmorgen was ik in een ander podium. Ja. Maar het signaal is duidelijk. We hadden ook, we hebben daarvoor af ook een aantal informatiesessies gegeven. Ook infomercials en, mm-hmm. en zaken over de BTW. Maar als het volk het niet begrijpt en het volk zegt we begrijpen het toch niet, dan hebben ze gelijk. Ook al heb ik de hele dag zitten uitleggen. Ja. Maar dan moeten we beter uitleggen, moeten anders uitleggen. En blijven uitleggen. Dus dat hebben we meegenomen, maar dat is ook een onderdeel van het hele traject. Ook. Okay. Ja. Dus we gaan gewoon lekker door. Okay. Dus misschien toch een kleine nuancering op basis van het fragment. Het gaat dus niet om het communiceren, gewoon te informeren, want dit is geen blauw-blauw aangelegenheid. Je wil geen spanningsveld, je wil binnen een land geen spanningsveld hebben tussen de kopers en de verkopers. Voorlopig is er een groeiende spanningsveld, omdat er onduidelijkheid is van beide kanten. En dat brengt me helemaal terug op de vertegenwoordiger van een grote onderneming zo net. En wat de heer Bilkerdijk zei, het is toch belangrijk, we wonen allemaal in Suriname, laten we ook kijken naar unificatie van systemen. Mensen verdienen, je bent in de business om te verdienen. Het is dan ook goed dat we investeren in die systemen, dat we goed herkenbare bonnen hebben voor binnen de business zelf, maar zeker ook wat we aanbieden aan de klant. Het laatste wat, dus wat we absoluut niet moeten doen, het laatste wat je wil hebben is dat de klant benadeeld wordt. Dat is het allerergste en ik denk dat de meeste zorgen bij mensen zijn dat mensen het idee hebben en dat idee moet worden weggenomen dat ze benadeeld zijn. Het zou best kunnen hoor dat in de eerste dagen van januari mensen goed beetgenomen worden, maar dat mag helemaal niet. Okay. Ja, ik ondersteun die situatie, maar die mevrouw heeft het heel goed gedaan door te vragen van wat is er hier aan de hand, hè? Ja. Dus de vraag is ook de oproep naar consumenten toe, kom op voor je rechten zeg maar, vraag gewoon wat is er hier aan de hand. En op die bon moet er een specificatie komen van de goederen die belast zijn met 10%. Precies, ja. En de goederen die nul tarief zijn. Ja, ja. En als die meneer geen systeem heeft, mag hij het ook met de hand voorlopig doen. Oh, dat mag. Oké, okay, dat mag. Oh, oké, okay, nee, dan okay. Is dat toch wel een beetje... We moeten gewoon praktisch... Is opluchting. Ja, we moeten ook praktisch zijn, toch? Ja. Als die BTW moet gewoon uitgevoerd worden. Uitgevoerd worden, oké. Okay. Dan doe dat zo op deze manier en gaandeweg het traject gaan we het oplossen. Oké. Okay. Hoeveel van uw leden hebben certificaten, mevrouw Wollevra? Dat ben ik niet echt nagegaan, maar niet veel leden zijn echt gaan registreren. Dus onder de winkeliers zelf, qua SQUA en WOVS, zijn nog niet veel mensen gaan registreren. Maar ze weten wel dat ze zijn niet geregistreerd, maar ze nemen wel BTW, maar ze weten wel dat ze dit moeten afdragen. Kijk, als een klant een BTW zou moeten betalen op producten, dan zou je natuurlijk moeten letten op certificaat of dat werkelijk daar staat. Nou, we hebben in het begin wel problemen gehad van moet je nou BTW toepassen of moet je nou geen BTW toepassen. Mm-hmm. Fernandez heeft zelf ook geleverd zijn soft, een dagje met BTW. En toen het onduidelijk was, hadden ze de volgende dag geen BTW. Dus voor de groothandelaar, voor de importeurs en zo, is het tot nu toe heel erg onduidelijk. Voor de winkelier was dat ook heel erg onduidelijk. En zij hebben zelf ook een bon aangetoond van, hey, kijk, hier moet ik BTW hier heb ik BTW betaald. Dus ik zou ook natuurlijk de BTW moeten toepassen. Wat u ook wel heeft, is dat
goederen zelf ook omhoog zijn gegaan. Dus de prijzen van goederen zelf. Ja, en ja. Er gaat een filmpje rond, nu op social media, waar iemand klaagt over een fles parbobier, over een jogo. Terwijl de arme meneer niet weet dat het verhoogd is, exclusief OB, naar 80 SAD. Terwijl het december, 29 december, 31 december, nog 65 SAD was. En nu 80 exclusief OB. En daar heb ik het nog niet over statiegeld. Want statiegeld, als je je fles bier inlevert, dan... Heeft u het over OB of BTW? Mijn god. Sorry. Ja, dus dat... Ouderdom. Ja, BTW. Ja, ja, ja. BTW. We moeten nog wennen. Ja. Nee, werkelijk. Mm-hmm. Dus... Ja, geen. Oké, dus er is nog steeds heel veel onduidelijk. Maar ik denk dat, precies wat u heeft aangehaald, dat ik die 1251 vragen liever in een meeting met de heer Kalaygan, dus dat ja, die vragen kunnen stellen. En dat er dan ook wel gewoon een grote groep misschien aanwezig kan zijn, zodat zij hun onduidelijkheden ook gewoon naar voren kunnen werpen of naar voren kunnen plaatsen. Wat we ook bijvoorbeeld niet weten, is wat zouden we moeten doen als we beschadigde goederen hebben. Dus ik heb het over de winkelier per se, hoor. Wat moeten we doen met beschadigde goederen? Je kan wel naar bijvoorbeeld de distributeur gaan. Hij geeft je het geld van je goed, van de beschadigde goederen. Natuurlijk geen BTW, maar wordt er dan ook weer, kan je dan natuurlijk teruggaan naar Belastingdienst om de BTW van je beschadigde goederen terug te krijgen. Gelukkig heb ik al antwoord gehad van de heer Kalaygan, want dat mag. Maar dat zijn kleine... Allerlei dingen waar er aan gewerkt moet worden. Oké, hoe lang is de wachttijd voor een certificaat, weet u dat? Wel, in het begin was het 3-4 dagen. Mm-hmm. Maar nu hebben we veel meer personeel erop ingezet. En als alles oké is, 1 dag, 2 dag max. Oké. Okay. Ja, dat gaat nu snel. Ik moet u zeggen dat toen wij op 1 januari begonnen, waren er nog amper een paar honderd aanmeldingen. Maar nu het serieus is geworden, hebben we vandaag 1785 registratiezaal. En er zit waarschijnlijk een hele hoop nog die moet aankomen. Dus het gaat wel de goede kant op. Okay. Ik wil even reageren op wat mevrouw Wollevraam naar voren heeft gebracht over die cola. No? Cola van Fernandes? Fernandes ene keer wel. Ja, oh, soft, ja. Ik weet niet of dat te maken heeft met een mail van grote distributeurs. Oh, okay. Die hebben op een gegeven ogenblik hun zorgen geuit en aangegeven wat gebeurt er nou in het veld. Mm-hmm. Zij zijn distributeurs, dus ze gaan naar die winkeliers, toch? Ja. Yeah. En op vorige week was het gewoon dat de winkeliers weigerden die goederen af te nemen. En een heleboel zeiden van ik wil niks te maken hebben met BTW, ga weg. Mm-hmm. Ja, dat kan best. Ja. Het werden heftige discussie, agressieve. En ze hebben ook gedreigd om bepaalde dingen te doen. Maar dat was heel zorgelijk. Maar gelukkig dat het nu een beetje minder is geworden. Dat het een beetje is gaan dempen. Ik kan me voorstellen dat mensen boos worden als ze plotseling opstaan en zeggen van mijn god, vandaag is het BTW, maar ik heb nog niks gedaan. Ja. Dus dat die groothandelaren het moesten ontgelden. Sorry voor, maar... Als ik ook even hierop mag inhaken. Kijk, de winkeliers wisten natuurlijk ook, als ze niet geregistreerd zijn, dat ze dan ook geen BTW mogen vragen. Dus vandaar gaan die woede gaat er zijn. Maar ik heb genoeg bonnen gezien, hoor, van mm-hmm. winkels waar mm-hmm. er gewoon staat prijs 100, mm-hmm. BTW dit erbij. En dan, mm-hmm. er zijn genoeg bonnen die er ronde doen waar je hebt natuurlijk BTW je hebt natuurlijk plaatsen als bijvoorbeeld Choi of een Tulp, die natuurlijk wel, maar... Nee, maar gewoon de kleine winkeliers. Je kan natuurlijk ook wel mensen hebben die geregistreerd zijn, maar je hebt ook een groot aantal die niet geregistreerd zijn en die geen BTW willen vragen, omdat ze weten dat ze willen geen onnodige spanningen hebben met de klant. Yeah. Waardoor ze dan, net als wat de heer Kalaygan zegt, dan gaan ze ruzie krijgen eigenlijk met de leveranciers. Want ja, je accept BTW, maar men kan potie BTW geven die klant, bijvoorbeeld. Yeah. Dus dat zijn de problemen die je eigenlijk... Sorry, mijn Surinaams is niet zo goed, hoor. Maar you get the point. Ja, ik begrijp het wel. Helaas moeten we het programma gaan afronden. Ik zit nog met een hele stapel vragen. Ik neem aan u ook. Maar ik wil toch aan alle gasten toch nog wel een 30 seconden geven om hun thoughts te geven over BTW komende maand.
De microfoon is bij u, meneer Frederik. Ja, van mijn kant ook naar de kijkers. BTW is een must. Het moest van start gaan. We hebben het kunnen bewerkstelligen. Het is van start gegaan. En de bedoeling is om het te doen slagen. Mm-hmm. Het zal dus de overheid goed doen. Als het systeem goed gaat werken. En elke burger begrijpt waarom hij BTW betaalt. En waarom hij BTW afdraagt. Van onze kant van de douanezijde zijn we dus alert. Niet alleen bij de import, maar ook bij de export zullen we actief bezig zijn. En we proberen ook dus met onze stakeholders, dat zijn de inkladers, de scheepsagenten, de importeurs en de exporteurs, constant bezig te zijn. Maar daar zijn we ook dagelijks met ze bezig hoor. We hebben echt heel goed contact met elkaar. En waar we een beetje een klein dispuut hebben, dan maken we wel afspraken om het dan op te lossen. Maar het is een goed ding voor Suriname. We zijn, net als wat de econoom naast me zei, we zijn als laatste in de rij. Het moest gebeuren. Ja. En we zijn nu daar. En we gaan er gewoon voor. Oké. Meneer Dibbypersen? Oh. Ja, dus tot slot. Suriname is vanaf 1 januari 2023 gestart met een nieuwe belasting. Alles wat nieuw is, brengt vragen met zich mee. Brengt vragen waarop antwoorden moeten komen met zich mee. Hierin heb je twee delen. De kant van de consument. En we begrijpen dat iedereen van Suriname, inclusief de overheid, een consument is. Laten we als consument elkaar ondersteunen. Om elkaar ook te helpen. Degene die al de antwoorden heeft, probeer je familie voor te lichten en voor te houden dat sommige zaken, mochten ze richtig gebeuren, dat ze dus richtig gebeuren. En dat andere dingen vermoedelijk wel gemeld moeten worden. Dan aan de andere kant de verkopers. Ook vanaf de kant van de verkopers, het bedrijfsleven, laten we elkaar ook ondersteunen om sterkere bedrijven te worden. De broeders en de zusters die de systemen nog niet in place hebben, het is toch belangrijk om jezelf... het is een bewijsmiddel naar de Belastingdienst. Dus om in jezelf te investeren. Het is een pad dat we zijn opgeslagen met heel veel uitdagingen. Met name voor eigenlijk ondernemers. Het belooft daarom een spannend proces te worden. Maar eentje die we wel moeten vervolgen. Meneer Bilkendijk. Nou, graag vul ik aan. Ik onderschrijf wat de vorige sprekers hebben aangegeven. Additioneel zeg ik van consument, be the watchdog. Het is jouw belang, toch? Dus ze moeten wel erop letten, kijken naar die certificaten van die bedrijven. Is het daadwerkelijk? Kijk naar je bondzeker, is een belangrijk onderdeel ervan. En tot slot wil ik zeker wel richting directoraat kijken van versterking van het apparaat is fundamenteel om die succes ervan te kunnen garanderen. Dat is het voor mij. Dank u wel. Dankjewel, heren. Dan gaan we naar de dame. Nu er eenmaal gesproken wordt over controle, en u had het ook voor het laatst over controle, wil ik ook heel graag dat als er werkelijk controle, want natuurlijk er wordt controle uitgevoerd, dat als het goed gaat, dat ook vermeld wordt. Want pas wanneer het slecht gaat, dan wordt dat vermeld. Maar wanneer het goed gaat, en dat is 8 van de 10 gevallen zeker, wordt dat niet vermeld en dat blijft de consument, de bevolking eigenlijk, in die onzekere situatie van, maar wacht even, ik heb niets gehoord. Doet ECD niets, voeren ze niets uit, terwijl dat waarschijnlijk niet het geval is. Voor de rest, WVS en de squads staan wel achter de BTW-wet. Alleen vinden we het jammer dat het een beetje chaotisch aan toe is gegaan. Even toegegeven aan het begin. Ik kijk er naar uit om natuurlijk verder gesprekken te voeren met de Belastingdienst. En zo nodig ook met de overige ministeries die ook direct belast zijn hiermee. Dat is het. Oké. Ik heb een voorstel. Als u gaat voor controle, mag u ATV meenemen. Is goed. Oké, dan heeft u nu het laatste woord. Ik zit hier met een dubbel gevoel, want ik wil iets zeggen. Oh. Maar het kan er natuurlijk verkeerd overkomen. Maar laten we beginnen met een positieve benadering, ook in de controlesfeer. Ik heb al eerder gezegd dat we nu op straat gaan. Mm-hmm. Maar het is niet zozeer controle, maar waar kan ik u helpen? Ja, klopt. Uiteraard is er een controle-element in het geheel, maar de benadering is in ieder geval positief. Dat moet het zijn. Maar dat moet de hele Belastingdienst zijn. En eigenlijk geldt voor elke dienstverlening dat de service
voorop moet staan. Mm-hmm. Ik vertel het en ik ga het blijven herhalen. Wij zijn in dienst van het volk. En dan kunnen mensen gelijk zeggen van, maar ja, je hebt een grote mond. Maar het gebeurt niet. Mm-hmm. Het is wel een proces, een culturele verandering. Maar als we, hoe vaker we met z'n allen dat blijven praten, bespreekbaar maken en herhalen, hoop ik dat het een keertje zover is. Ik wil al die ondersteuning van elke groep dan ook, bedrijfsleven, winkeliers, mijn medewerkers, door medewerkers van de Belastingdienstvereniging, allemaal bedanken. En het is al hier eerder gezegd, dat is dat dilemma, de twijfel waarin ik zit, moet ik het volk ook feliciteren, want het is iets wat al jaren op de lijst staat. We hebben als natie jarenlang erover gesproken en het is nu eindelijk zo. Ondanks het feit dat ze misschien gaan zeggen, je versteert me maar mijn pijbelasting. Ik zeg het toch, want het is gewoon een feit. Ja toch? Ja. Maar we moeten het samen doen, in ieder geval ook met de ondersteuning. En u ook bedankt, mevrouw Leeflange, dat we bij u mogen zitten. We beginnen nu waarschijnlijk met een nieuwe type van communicatie. En hopelijk dat het wel goed is overgekomen. Ja. En we komen terug. Okay. Wij van ATV hebben het graag gedaan. Het is ook een deel van onze taak om dat te doen. Nou, ook bedankt aan de gasten, ook voor de spontaniteit. Toen wij vroegen van, wilt u deel zijn van het programma? Want met dit programma BTW in de praktijk hebben wij getracht u meer informatie te geven over BTW, belasting, over toegevoegde waarde. Het is nooit fijn om belasting te betalen, maar in elke samenleving moet je belasting betalen. En de informatie over de werking daarvan. We hebben niet alles kunnen vertellen, maar er is meer tijd. Geeft u het tijd, we komen daarop terug. Dus blijft u vooral naar ATV kijken. Maar vooral ook dank voor het willen kijken naar dit programma. Ook dank aan het complete team dat ervoor heeft gezorgd dat u vanavond BTW in de praktijk heeft kunnen zien. Tot de volgende keer.